allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik 3 ooglooks maken met 1 paletje. En daarvoor ga ik het Makeup Revolution X Soap paletje gebruiken van haar laatste collectie, haar 3e collectie. Ik heb ook een hele video gemaakt over heel deze collectie. Die staat al online op mijn kanaal. Ik was aan het nadenken over deze video, dat ik 3 looks wilde maken met 1 paletje. En welk paletje ik dan zou gaan gebruiken. Een duur paletje, goedkoop paletje. Welk paletje zou geschikt zijn voor deze video. En toen kwam ik op dit Soap paletje, omdat dit een vrij nieuw paletje is. En omdat ik weet dat dit paletje heel snel was uitgekomen. Verkocht. Dus ik weet dat een heleboel van jullie dit paletje ook hebben. Dus ik dacht, dan ga ik 3 leuke looks laten zien met dit paletje. Voor het geval je hem hebt of je hem wilt aanschaffen, dan heb je een beetje inspiratie. En als je ook nog eens de video hebt gezien van de review van heel deze collectie, dan heb je nog 1 extra look. Dus dan hebben jullie 4 looks gezien met dit paletje. Omdat ik continu nieuwe make-up test, zie je heel veel paletjes niet vaker terug op mijn kanaal. Je ziet ze misschien 1 of 2 keer en that's it. Dus ik vond het ook wel weer leuk om zo'n soort video te maken om weer gewoon een paletje terug te halen. Dit paletje heeft echt een heleboel kleuren. Je kunt hier echt zeker 100 looks mee maken of zo. Dus ik ga gewoon hiermee 3 looks maken. Ik denk dat ik voor 2 heftige looks ga en 1 draagbare look. Dan hebben we een beetje afwisseling. En ja, ik hoop dat jullie zo'n soort video leuk vinden. Ik heb zo'n soort video al een aantal jaar geleden teruggemaakt. Dus het werd weer tijd om weer zo'n video te maken. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je ook op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Nou, zoals je kunt zien heb ik mijn hele gezichtsmake-up al gedaan. Ik ben echt gegaan voor een mooie glowy face. Wat vinden we ervan? Het is echt super glowy. I love it. Dit paletje ziet er echt prachtig uit. Het heeft een heleboel kleurtjes. Neutrale kleurtjes en felle kleurtjes. En het is ook een mix van glanzende en matte kleurtjes. Ik heb hem slechts 1 keer gebruikt. Ik heb hem alleen maar gebruikt in een video waarin ik hem heb getest. Voor de rest heb ik hem nog niet gebruikt. Ook niet op Instagram, niks. Dus ik vond het wel weer leuk om dit paletje te gaan gebruiken. En we gaan 3 leuke looks maken. Ik moet wel een beetje opschieten. Ik heb nog maar 2 uur en dan heb ik een afspraak. En 2 uur is niet heel veel tijd voor 3 looks. Dus we gaan gewoon beginnen. Ik ga gewoon echt hele volledige looks maken. En bij elke look doe ik er ook een leuk lipkleurtje bij. En om alles wat beter te zien, gaan we inzoomen op de ogen. Oké, jongens, ik heb mijn ogen al geprimed met concealer en een beetje poeder erop gedaan. En that's it. Dus ik hoef mijn ogen niet meer te primen. De eerste look wordt een heftige kleurrijke look. En het wordt ook een cut crease. Een halve cut crease. Ik ga beginnen met deze fel roze kleur. Die heet Lover en die is mat. Die kleur ga ik aanbrengen in mijn arcadeboog en dan alleen maar een beetje zo in de binnenste hoek. De kwast die ik gebruik is van de Oasis collectie van Morphe, een platte fluffy kwast. En ik blijf echt hier zo in de binnenste hoek en ik ga tot ongeveer de helft van mijn ooglid. Nu ga ik in met deze oranje matte kleur, die heet Cocktail. En die breng ik ernaast aan en ik blijf nog steeds in mijn arcadeboog en dan helemaal tot aan buiten een beetje. Dan pak ik deze rode matte kleur, die heet Extra Spice. En die kleur ga ik zo indrukken hier in de buitenste ooghoek. Dan pak ik deze gele matte kleur, die heet Sunshine. En met die gele kleur ga ik alle kleuren hier zo uitblenden. En de roze kleur blend ik gewoon uit met de roze kleur. Ik gebruik hiervoor mijn Boozy Shop UP24 platte fluffy kwast. Deze is ook plat en fluffy, maar veel meer fluffy dan die kwast van net. En dan ga ik gewoon met die kleur zo langs alle randen en dan lekker smoky maken. En ik blijf gewoon blenden totdat alles mooi is ingeblend. Dan ga ik met deze Makeup Revolution Ultimate Eye Base in de kleur Light een halve cut crease maken. Oké, de halve cut crease is gemaakt. Lekker heftig. Het is ook een hele lichte witte kleur, want ik ga nou in met een witte kleur. En dat wordt deze witte matte kleur, To Be Fair. Nu gebruik ik mijn Zoeva 234 kwast, is zo'n platte kwast. En dan ga ik die witte kleur To Be Fair aanbrengen. Aanbrengen over de hele cut crease. Dan ga ik weer in met deze rode matte kleur, Extra Spice. En die kleur breng ik dan weer zo aan hier in de buitenste hoek om het een beetje in te blenden met de witte kleur. Jongens, dit geeft me echt een beetje sunset vibes ofzo. Dan ga ik de rode, oranje en de gele kleur ook aanbrengen op de onderste wimperrand.
Oké, jongens, dit is dan basically de look. Ik ga even wat nep wimpers aanbrengen. Ik ga deze van de Primark aanbrengen in de stijl 730. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, jongens, dit is dan de hele ooglook met de wimpers. Ik moet zeggen, de wimpers zijn heftiger dan dat ik dacht. Maar het maakt niet uit, want deze look is ook gewoon heftig. Dan ga ik ook nog een leuk lipkleurtje aanbrengen die hier denk ik wel gewoon goed bij past. Omdat ik een beetje voor een sunset vibe ben gegaan, rood, oranje, wil ik ook gaan voor dat soort lippen. Dus ik heb hier deze soft matte lip cream van NYX Cosmetics in de kleur Morocco. En ik denk dat die best wel leuk gaat staan met deze ooglook. Dan heb ik wel en heftige ogen en heftige lippen, but I don't care. Oké, jongens, dit is dan look 1. De heftige kleurrijke look. I love it, love it, love it. Dit paletje werkt echt zo goed. Vooral voor die lage prijzen. Oh my god, kijk hoe mooi alles is. Kijk ook hoe wit die witte kleur is. Hoe mooi alles zo is geblend. Echt fantastisch. Dit is een van de heftigste looks van vandaag. En het is gewoon echt helemaal toppie gegaan. Ik vind het echt fantastisch. Ik ga vandaag dus 1 kleurrijke look maken. Dat is de look die ik nu heb gemaakt. Ik ga 1 donkere look maken en 1 naturaal everyday look. Maar dit is denk ik echt mijn fave look. Ik vind het echt fantastisch. Let me know wat je ervan vindt beneden in de reacties. Oké, nou ga ik dit eraf halen en dan gaan we beginnen aan de donkere look. Daar ben ik weer. Ik heb alles er weer afgehaald. Het is hier nog een beetje roze, maar dat maakt niet uit. Want we gaan nou beginnen aan de donkere smoky look. Ik ga beginnen met deze lichtbruine matte kleur. Die heet Cookie Dough. Die kleur ga ik aanbrengen met deze Zoeva 228 Fluffy Quast. En die breng ik aan in mijn hele Arcarbo. En ik maak een beetje een ronde look. Dus ik maak van die ronde bewegingen. Dan ga ik in met een iets donkerdere bruine matte kleur. Die heet Cereal. En ook die kleur breng ik aan in mijn Arcarbo. Maar nu blijf ik een beetje onder die andere kleur. Dan pak ik de donkerste bruine matte kleur. Die heet Brownies. Die breng ik aan met een iets kleinere fluffy kwast. Zoeva 224. En ook die gaat weer in mijn Arcarbo om het nog iets donkerder te maken. Dan pak ik de zwarte matte kleur hier beneden. Die heet Night Owl. En deze zwarte kleur breng ik aan op mijn ooglid. Allebei de hoeken. Dus ik begin met de hoek hier. En dan ook een beetje zwart in de binnenste ooghoek. En dan pak ik weer die kleine fluffy kwast van net. Zoeva 224. En dan ga ik de randen blenden. Ik heb geen oogschaduw er meer mee opgepakt. Ik blend gewoon met wat er al op mijn ooglid zit. En dan blend ik ze zo zeg maar een beetje na elkaar in mijn Arcarbo. Dan doe ik even een zwart oogpotloodje in mijn onderste waterlijn. En dan ga ik al deze matte kleuren ook aanbrengen op de onderste wimperrand. De zwarte kleur in dit paletje is echt een van de beste zwarte oogschaduwen die ik ooit heb getest. Ik heb gewoon dure paletjes hier met zwarte kleuren die niet zo intens zwart zijn en zo goed blenden als deze kleur. Echt fantastisch. Dan pak ik deze prachtige beetje aparte kleur. Die heet Dreamy. Dit is volgens mij echt de mooiste kleur in dit paletje. Kijk even hoe mooi dit is. Echt, I love it. Echt een prachtige glanzende kleur. En die kleur ga ik dan zo aanbrengen hier op het midden van mijn ooglid. En dan ga ik een beetje zo'n halo effect creëren. Wauw, kijk hoe mooi. Oh my god. En dan blend ik weer een beetje die zwarte kleur er zo in, zodat het allemaal mooi in elkaar overgaat. Er is ook echt gewoon bijna geen fallout, jongens. Kijk even dit. En ik heb echt allemaal van die donkere kleuren gebruikt en zo. En gewoon helemaal geen fallout. Echt amazing. Kijk hoe mooi dit is. Jongens, I'm obsessed. Dit is echt prachtig. Oké, ik ga weer nep wimpers aanbrengen. Ik kom zo bij jullie terug. I'm back. De hele ooglook is af. De wimpers zitten erop. De wimpers die ik op heb zijn Fablash van mijn eigen wimpercollectie in samenwerking met een Boozy Shop. Super, super mooie wimpers. Ik vond ze echt ideaal voor deze look, omdat ze ook een beetje vol zijn. Ik vind het echt een prachtige look, jongens. Wat vinden we ervan? Dan is het nou tijd voor de lippen. Ik ga de lippen heel neutraal houden, want ja, de ooglook is al heel donker. Ik ga in met mijn Nabla lippot een loodje in de kleur hashtag nummer 5. En dan ga ik in met nog een NYX Soft Lip Cream, maar nu in de kleur Abu Dhabi. Een hele mooie nude. Nou jongens, dit is dan look nummer 2. Wat vinden we ervan? Dit is de donkere look. Ook dit is eigenlijk op zich best wel gewoon een draagbare look. Dit is echt wel gewoon een look die ik zou dragen naar een feestje of uitgaan of whatever. Ik vind het ook heel mooi met de nude lippies. Als je een hele donkere ooglook maakt, is het vaak gewoon heel mooi als je je lippen gewoon een beetje neutraal houdt. Anders wordt het allemaal way too much. Maar ik vind het echt heel erg mooi. Vooral deze glanzende kleur is echt wowie. Het trekt echt gelijk je aandacht. Ik denk dat als je zo naar buiten zou gaan, je echt 100 complimenten
complimenten zou krijgen over je ooglook. Echt heel erg mooi. Ik vind het echt fantastisch. En ook deze look ging weer super, super makkelijk. Oké, nou dit was dan look nummer 2. Nou ga ik het er weer afhalen. En dan gaan we beginnen aan look nummer 3, de laatste look. Oké, jongens, alles is er weer vanaf. Alles er heel tijd op en afhalen is echt een gedoe, jongen. Oh my god. Nou is het tijd voor look nummer 3. En dit wordt de alledaagse neutrale draagbare look. Ik ga weer beginnen met deze lichtbruine matte kleur cookie dough. Die breng ik aan met mijn Zoeva 228 Fluffy Quast. En die gaat in mijn hele arcadeboog. Dan ga ik in met de iets donkerdere bruine matte kleur Cereal. Die breng ik aan met deze platte Fluffy Quast van Boosie Shop nummer UP24 weer. En die kleur breng ik vooral aan hier in de buitenste hoek. Ik doe even een nude oogpot een loodje in mijn onderste waterlijn. En dan ga ik allebei die matte kleuren ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Dan pak ik deze prachtige gouden glanzende kleur, die heet Not Gonna Lie. Die pak ik weer op met mijn vinger en die breng ik aan over mijn hele ooglid. Oeh, die is een stuk heftiger dan dat ik had verwacht. Dit is de eerste kleur die wel echt een beetje fallout heeft, maar hij is ook heel korrelig en heftig. Dan pak ik weer deze bruine matte kleur Cereal. En dan ga ik die hier in de hoek een beetje inblenden met de gouden glanzende kleur. Dan pak ik deze iets lichtere gouden kleur, die heet Mirrorball. En die breng ik een klein beetje aan hier zo in de binnenste ooghoek. En dan is de look af, jongens. Dit was dan. Dit is gewoon de leuke, draagbare, neutrale ooglook. Heel makkelijk, heel snel, maar wel echt prachtig. Vooral deze gouden kleur in het midden op mijn ooglid. Echt fantastisch. Ik ga weer eventjes nep wimpers opdoen en dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, deze ooglook is ook weer helemaal af. De wimpers die ik op heb gedaan zijn Ariana van Queen Tarsi. Omdat ik nou een beetje een neutrale ooglook heb gedaan, wil ik iets fellere lippen gaan doen. Dus ik wil ingaan met deze Superstay lipstick van Maybelline. En dit is in de kleur 870. Oké, jongens, dit is dan de laatste look. De soft, glam, neutrale look. Wat vinden we ervan? I love it. Je kunt de look ook nog meer neutraal houden door gewoon een nude lipstick aan te brengen. Maar ik vond het wel leuk om deze lipstick aan te brengen. Want ik heb hem net nieuw en ik wilde hem graag proberen. Maar ook dit is echt een prachtige look. I love it. Super makkelijk en super snel. En dit is de makkelijkste look van alle drie avjes. Oké, jongens, dit was dan de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat me beneden in de reacties weten wat jouw fave look is. Deze look ga ik ook gewoon vandaag de hele dag oplaten. Ik vind hem echt super, super mooi. I love it. Het is echt een look die ik zou dragen. De andere twee looks ook. De enige look die ik niet naar buiten echt zou dragen is de hele heftige kleurrijke look. Maar dat soort looks vind ik ook wel altijd heel erg mooi. Als jullie zo'n soort video ook willen zien met een ander paletje, let me know. En dan maak ik die met alle plezier. En zoals altijd hoop ik dat jullie vandaag hebben genoten. En ik een lach op jullie gezicht heb gebracht vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!